Wat een ongein, joh. Houd toch eens op met die gekkigheid, joh. Gek. Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! Bah! Dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en... oh mijn god, ik hoorde iets. Hoorden jullie dat ook? Ik hoorde iets. Snel, we gaan weg. Snel, we moeten een uitweg vinden. Dames en heren, Lilypad naar Lilypad. Oh, ik kan me net niet opspringen, maar... snel, snel, zwem, zwem. Wow, dat ziet er mooi uit. Oké, zwem, zwem. Neem de Lilypad mee. Waar zou Kai toch zijn? Waar zou Kai toch zijn? Even een boom. Hey! Nee! Hoe zit je ermee? Slechtste scenario ever, gewoon. Dat ging helemaal nergens over. Oké, anyways, ik ben er weer samen met Kai. En het gaat met mij supergoed, met jou? Oh my god, ik val serieus gewoon in mijn eigen gat. Wow, ik wou net zeggen. Oh mijn god, had je die gemaakt om mij te trollen? Ja. Oh, faal. Maakt niet uit, maakt niet uit. Oké, cool. Laten wij even gewoon verder gaan. We zijn nog steeds heel, en dan ook heel erg ver van de basis vandaan. Maar dat maakt niet uit, want deze aflevering gaan wij weer flink op avontuur. En we gaan waarschijnlijk ook weer gewoon terug naar het eiland waar we komen. Zodat we in ieder geval een paar dingen in de oven kunnen stoppen. Als we daarvoor iets bij ons hebben. En hopelijk, hey, fingers crossed Kai, hebben wij nog een beetje geluk. En komen wij een vette village town tegen ofzo? Nee, ik wil geen village town. Ik wil een onderwater paradijs. Oh, een onderwatertempel. Ja, dat wil ik echt. Je hebt het me beloofd. 3 dagen geleden, 2 dagen geleden, weet ik van wanneer het was. En ik wil nu godverdomme een onderwaterpaalwijs. Ah, je wil dat echt. Oké, okay, cool. Nou, ik ga in ieder geval mijn best doen. Misschien wel op de terug... Wow, waar ben jij? Ja, in het water aan het zwemmen, want ik ben niet zo snel, ja. Oh, oké. Okay. Oh ja, ik heb ook Death Strider 3, dus vandaar. Ja, ik heb dat allemaal niet. Die geavanceerde technologie van de jeugd van tegenwoordig. Joh, gek, reis. Oké, cool. Ik wacht hier op je. Kan je bekakt praten? Gaan we even een partje golven? Nee, jongen, dat kan jij niet. Oké. Ik doe mijn best. Sorry, joh. Wat een gekke reizer zit toch ook, jongen. Jezus, echt Xander Peter. Wat een gek ben jij. Je moet je op geoefend hebben, man. Olivier Robert-Jan. Laten we even een potje golven met z'n tweetjes. Vuile feut. Vuile feut. Weet je wat een feut is? Nee. Een feut is op het moment dat je een studentenvereniging ingaat, wat je allemaal leiden hebt en zo, die vuile studentenverenigingen. Ja, heb je, en dan als je er nieuw in komt, dan ben je een groentje, weet je, moet je ontgroend worden. Ja. Dan ben je volgens mij het eerste jaar of zo, en dan weet ik niet zeker, ben je een feut, weet je dan. Een feut. En een feut is gewoon iemand die gewoon... ja, serieus, op een feestje is gemoeid, want die moet gewoon wijn gaan inschenken voor de bazen, weet je. Oh, voor de mensen die al lang, ja, die fucking studentenverenigingen zijn zulke gekke sectes, jongen, ik zweer het je. Een soort slaaf is het dan gewoon. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het op neer, ik bedoel, als jij drinken moet inschenken voor mensen, dan... Ja, precies, dan ben je echt gewoon een beetje een slaaf, maar dan ben je dus een vuile feut. Een vuile feut, jij kan het echt, damn, waar heb je dat geleerd, van jezelf, of... Ja, de feutenacademie. weet je dat je ook geen... je mag niet op een studentenvereniging... mag je geen speech zeggen. Dat mag niet. Het is... je moet toespraak zeggen. Toespraak. Of een... Dan moet je ook aan je glas zo tingelingeling. Ja, en je mag geen proost zeggen... op studentenverenigingen, maar vo. Vo? Ja, op het moment dat... vo, op het herendiner. Wat? Hoe weet je dit allemaal? Dit had ik nooit veel verwacht. Ja, mijn nieuwe cameraman, die doet dus alsof hij helemaal een coole kerel is, maar stiekem is hij ook gewoon een vuile feut. Nee, dit is gewoon van die kakbal, niet niks tegen. Als jij een balletje bent, dan is er lachen, joh. Kikkerervaring lijkt me dat, maar... wat balletje bent? Ja, een balletje. Balletje? Een kakbal, weet je, een bal. Oh, dan kakbal. Noem je een bal. Okay. Ja, dan noem je gewoon een bal, weet je. Ja. En Rowan, die heeft dus onwijs veel vrienden die op zo'n studentenvereniging hebben gezeten of weet ik het wat. Dus die kwam in één keer met al die woorden een paar maanden geleden en nu zit ik er ook mee opgeschreven. dus nu zit jij ook een beetje kaks, bekakt. Ja, en altijd als we nu zo'n stel voor betrekken in de avond, vandaag trekken we allemaal een biertje open in het kantoor. Dan is het geen proost meer, jongens, of weet ik het wat. Nee, dan is het vol!
op het herendiner. Je hebt het ook echt wel vaker gezegd, want je hoort gewoon dat je erop hebt geoefend gewoon. Ja, ik heb het zeker vaker gezegd. Maar ik vind het echt een beetje, ja, ik weet niet man. Het is gewoon ook, die gasten die gaan dan helemaal strak in pak over straat en dan hebben ze in de avond hebben ze een herendiner en dan doen ze dus helemaal alsof het helemaal netjes is, maar eigenlijk zitten ze gewoon helemaal zichzelf klem te zuipen gewoon en te feesten, maar het is wel een herendiner. Er mogen geen vrouwen komen. En ook geen feurten. Ook geen feurten. Feurt. Wow. Het is wat, ja. Studentenvereniging zijn. En dan ook... Potjan, Toriel, Olivier, Xander, Peter. Roderick. Ja, ik kan het niet. Als ik dat wil praten, dan ga ik gewoon een ander accent praten. Ja, wat is nou echt een ballennaam voor jou? Een ballennaam? Een kaksenaam. Jeetje, Petersen of zo? Petersen? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat een gekkigheid, man. Wat een baldadigheid. Dat is het, baldadigheid. Dat zeggen ze ook, ja. Ik vind Roderick een onwijs bekakte naam. Als je Roderick heet, dikke props. Ik ken ook iemand die Roderick heet. En dat is totaal geen bal. Maar voor een of andere reden, als ik Roderick hoor, dan denk ik meteen Roderick. Roderick van de zevende vleugel. Oh mijn god, dit is hilarisch, ouwe. Ja, ik weet het. Hilarisch. Wat een ongein. Wat een ongein, joh. Houd toch eens op met die gekkigheid, joh. Gek. Roderick, wat een... Oelewapper. Oh, je was even een woord aan het zoeken, hè? Ja, ik wou bijna oedlul zeggen, maar dat is nou... Oh, nee. Dat is te grof. Te grof. Ja, dat is wel zo grof, hè? Aan dat soort viezigheid, daar maken we onze monden niet aan vuil, joh. Vuile fut. Oh mijn god. Ja, dat is echt geweldig. Jij zou eigenlijk je boerenaccent moeten opzetten. Dan ga ik zo tegen je praten. Dan moeten we de hele aflevering proberen te communiceren op die manier. Ah, goeiedag, Emil, jong. Goeiedag, vuile fut. Nee, ik kan niet. Ik kan wel... Het is zeg maar zo dat ik kom dan uit Noorden, maar ik kan niet de hele tijd boers praten. Dus dat is echt wel moeilijk, dat kan ik niet. Ik kan wel wat Drentse woordjes en ik kan ook wel wat Drentse zinnetjes. En echt plat Drents, dat kan ik niet. Ik ken daar maar één woord van en dat is spiekebuksem. Hoe heet het ook weer? Dat zeggen ze altijd in Friesland, of is dat iets anders dan boers? Poppen, wat bedoel je dan? Nee, dan, als je aan het zeilen bent... Dat je dan de kant in gaat zeilen of zo. Dat doen ze dan altijd die zelfvereniging. En dat is gewoon een antwoord voordat je gewoon gaat neuken in het bosje of zo. Wat? Nee, dat ken ik niet. Ja, de hoe heet dat nou ook weer? Oh, fuck. ik kan er niet tegen. Ik weet het niet. Hij komt straks van me op. Nee, dat weet ik ook niet. Maar als hij straks niet opkomt, dan let me know, oké? Ik ben nieuwsgierig. Maar brommerskieken is toch ook... Ja, brommerskieken. Ja, oh, zei je dat nou net of niet? Nee, dat zei ik niet net. Maar dat is wel echt Drents en Brommerskieken. En dat is toch ook gewoon een ander woord voor wat is dat? Ja, Brommerskieken, daar kan je bekijken als als gewoon naar dames kijken in Brommerskieken. Oh, ik dacht altijd dat het echt specifiek om borsten ging dan of zo. Nee. Maar het is zo dat echt plat Drents weet ik alleen spiekenbuksem. Alleen... Wat is dat dan? Spiekenbuksem is onderhoek. Echt? Ja. Spiekenbuksem? Ja, spiekenbuksem. Ja, zie je, kan het niet uitspreken. Spiekenbuksem. Nee, ik kan het niet. Dus net zoals ik dat bekaks niet kan na... Oh shit. Zeg jij eens nog één keer? Spiekenbuksem. Ja, dat is ook gewoon normaal Nederlands, wat je niet zegt. Zeg hem eens in Drents. Spiekenbuksem. Ja, dat klinkt... Spiekenbuksem. 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 Ja, volgens mij zo, ja. Ja, dat is gewoon alsof je het normaal uitspreekt. Ja, ik weet niet. Het is wel echt plat Drents. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar woorden zoals kijken, zeg gewoon kieken. Kieken. En in plaats van ogen, zeg je of ogen of doppen. 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 Ah, kijk eens even goed dat je doppen, ja. Jong. Kijk toch even hoe dat doppen, jong. Dan ben je net zo'n boze boer. Ah, jongen, dame, kijk eens even goed dat je doppen, jong. Hey, papa, je hebt daar, ik zie goed uit je doen, jong. Ja, ik kan het niet, man. Jij slikt die woorden ook in. Ja, ik slik ze in. Omdat je te graag wil. Ja, ik heb er geen aandacht voor. Ik kan wocht zeggen, wocht. Wocht.
En ik kan een beetje kak praten en Haags. Maar dat is het. Ja, weet je wat ik ook zo moeilijk vind? Amsterdams. Of hoe noem je het? Grappie. Je bent een grappie. Nee, dat is echt van... Ha, joh, loop er dus uit te kijken met je doppen, joh, gek. Ja, ik weet niet. Weet je wie goed Amsterdams kan? Nou? Lil Kleine. Wie is dat? Dat is die rapper, Lil Kleine. Ken je die niet? Oh ja? Die ken ik niet, man. Oh, nou, moet je maar eens een keer kijken, Lil Kleine, op YouTube of zo. Maar hij, volgens mij is het ook echt een Amsterdammer in bloed en alles. Ja, die beginnen altijd heel hoog en dat gaat dan naar het zeurderige toe. Van, ha joh, loop toch niet zo te kaken met die doppen voor je, joh. Nee, helemaal niet zo. Nee, wat is dat dan? Wat doe ik nu dan? Ja, wat jij nu doet is gewoon... zo retarded of zo. Ja, gewoon een van de retarded. Dat is gewoon... Dat heb je gewoon zelf verzonnen of zo, ik weet het niet. Nee, ik moet je geheim vertellen. Mijn vriendin zegt, ik praat dus best wel met een Haagse accent. Ik ben best wel grof gebackt of zo, weet ik hoe je noemt. Maar mijn vriendin die zegt dan altijd dat heel veel mensen van haar denken dat ze Rotterdams kan praten of zo, weet ik veel. En dan zegt ze dus, ja hoor maar. En dan zegt ze Beenham. En dan hoor ik serieus gewoon Beenham, alsof het een perfect ABN is. En dan zeg ik altijd maar van, oh ja, ik hoor het. Maar ik hoor helemaal niks, weet je. Het is de eerste keer dat ik dat ooit zeg. Beter als je de aflevering kijkt. Ik deed het omdat ik van je hou. En ik wou gewoon niet zeggen dat je het niet kon, weet je. Oh my god. Oh wow. Oh shit, ik val naar beneden. Grootje Beenham. Ja, oké, leuk. Oh, dit is zo lullig. Oké, kom, we moeten naar water gaan, man. We moeten naar open zee. Ja. Maar je hebt echt heel veel accenten en dat vind ik wel leuk, dat je accenten hebt. Nu is het zo. Oh, even gaap tussendoor. Kan nou, misschien dat ik daarom ook energy drink. Maar heel even tussendoor. Je hebt dat soort accenten. Alleen je hebt ook dan Fries. Gewoon echt Fries. Ja, maar dat is gewoon een andere taal. Dat is zo ingewikkeld, jongen. Maar volgens mij echt de hele oude Friesenaren, kan ik het zo noemen? Friesenaren, vast wel. Die willen ook heel erg graag dat Friesland gewoon een eigen land wordt. Nou, maar je zag nu ook... een beetje tegen, hè? Want Friesland is vroeger een land geweest. Ja, vroeger, maar nu niet meer. Dus hun willen dat het weer een land wordt. Maar... Welke provincies van Nederland waren allemaal landen? Oh zo, jeetje, dat weet ik niet hoor. Ik weet ze ook niet allemaal. Ik weet er twee. Dat is 1 Friesland en 2 Utrecht. En voor de rest geen idee. Waar haal jij deze kennis vandaan? Ik wist helemaal niet dat je zo slim was. Ja, ik heb best wel een hoge IQ hoor. Ook al straalt het er misschien niet altijd vanaf. Nee, het is niet altijd met slim te maken, maar gewoon met meer algemene kennis. Ja, maar ik wist nog wel toen ik op school zat, dat ik houd van VWO. En ja. Ik haalde altijd 1 voor alles en zo, want ik deed geen ene fuck. Maar toen wou ik mijn game gaan upsteppen. En ik had nog nooit voor Frans geleerd. Toen ging ik 1 keertje voor Frans leren, omdat anders werd ik van school afgekikt. Haalde ik meteen een 9. Dus ik kan op zich wel goed logisch nadenken. Of ik er zin in heb, dat is een ander verhaal. Het interesseert me eigenlijk ook echt niet dat mensen van mij vinden dat ik misschien een slechte articulatie heb. Of slechte uitspraak, dat ik woorden verwissel in mijn zinnen en zo. Interesseert me geen ene reet. Maar als het moet, dan kan ik best wel intelligent zijn, of zo. Als het echt moet. Ja, als het echt moet gewoon. Maar liever niet. Een bootje voor je gemaakt. Hey, thanks man. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie grote dikke boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En we varen door het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik heb een boot. Weet je dat de Zweedse versie, de originele versie, ik dacht dat het ook altijd over een boot ging. Maar dat gaat dus over een bot. Een bot? Ja. Ik weet geen eens waar het... Maar dat heb je wel vaker, van dat soort nummers. En ja. Dat is dan niet in onze taal. Obvious, duidelijk. Maar wat ze dan precies zingen, niemand weet het. Maar iedereen kent het nummer, zeg maar. Nou, vooral omdat het met Engelse nummers heb ik dat ook. Maar dit is vooral omdat het ook een andere taal is. En hij zegt dus letterlijk... Is jij mijn bot... En heb een Anna is een naam. Dus dan denk je, oh, hij heeft een boot die heet Anna of zo. maar het is dus een bot in een chatroom, want die gozer is een dikke gamer. Ja. En al zijn nummers die gaan over games, bijna. Serieus? En, ja, net zoals Dota. Ik heb een bot van... Een bot in de chatroom of een bot in de game of zo die fucking irritant is. En die bot die heet Anna en die zit iedereen te bannen of zo, weet ik veel. Daar gaat het een beetje over. Ik weet niet precies, maar ik dacht dus ook altijd dat het over een boot ging. En die domme Nederlanders die daar dus die remix van hebben gemaakt. Dat vind ik trouwens echt niet kunnen, hè.
dat iemand een origineel nummer heeft gemaakt in Zweden. En dat er dan van die gierige Nederlanders zijn die gaan daar serieus nog een hit mee scoren ook. En dat dat legaal is. 100% die hele beat genakt. De halve tekst gewoon genakt, maar dan echt grof naar het Nederlands vertaald. En dat dat gewoon mag, dat snap ik niet. Maar dat was de tijd van vroeger, denk ik. Nee, maar, ja, maar misschien hebben we wel gewoon contact gehad met de mensen die dat nummer hebben gemaakt. Dat zou kunnen. Dat weet je niet. Dan hebben ze toestemming gekregen. Zo gaat dat tegenwoordig wel heel vaak. Trouwens. Ja, dat is een mogelijkheid. Maar alsnog gun ik het niet. Ik weet niet waarom. Ja. Ik vond het wel een geniaal nummer. Kom, we gaan weer met de boot hier echt vandoor. Ja, we moeten hier weg, man. We zitten een beetje verstopt hier. Ja. Oh, kut. Kut vent. Oh. Oh my god. Nou, ik heb wel veel hout. Ik heb ook een beetje hout gehakt vorige afleveringen. Het heeft een nummer in mijn hoofd. We moeten die andere kant op. Het heeft nu hier al geen nut meer. Ja, dude. De andere kant is ook niks. Oh, nee, is ook niks. Dan moeten we nog even met de voet gaan. Kom, ja. We gaan gewoon hier met de voet verder. Oei. Oei. Je moet je voeten gebruiken. Gebruiken. Voeten gebruiken. Gebruiken. In plaats van gebruiken, gebruiken. Niet gebrieken? Nee, niet gebrieken. Nee, dat is bij kieken. Maar je zegt gebruiken en je zegt kijken. Dat heeft allebei een ei. Een u, ei. Waarom zeg je dan bij gebruiken niet gebrieken? Ja, omdat het dan niet klinkt. Gebruiken. Moet je hem gebruiken. 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 Ik heb een gebruiken vork in mijn leerboek. Maar dat is zo mooi dat gewoon... dat Hagenezen of Amsterdammers dan een ander accent proberen. Of mensen uit het noorden, zoals Groningen. Grunnings. Groningen. Dat is wel een mooie stad. Milan, die kan... ik vond Groningen... Ik heb natuurlijk 4 maanden bij Milan gewoond. Ja. En ik voelde me zo fucking thuis in Groningen. Dat vind ik zo'n gezellige plek gewoon. Die hele stad en zo, ja, het was echt heel leuk. Ja, ik vond het echt gewoon ook een mooie plek. Ik vond het huis waar hij in zat ook was een beetje vol. Een beetje echt zo'n studentenhuisje-achtig iets. Ja, dat was ook iets heel gezelligs. Het was echt een kleine kamer wat hij ook had, natuurlijk. Behalve als je. Hij had echt een hele kleine kamer. Had gewoon zijn 2-persoons-bed erin staan. Ja. En daarnaast had hij gewoon een bureau met een computer en dat was het. Meer kon er ook niet in. Dat en een spiegel en een wasbak. Oh ja, een spiegel en een wasbak. Maar die en, dan moet je nagaan dat ik er ook nog bij ging, jongen. Ja. Zaten met z'n tweeën in het kleine kuthok. Helemaal te stinken, uur in de wind. Ui. Dat was nog de tijd van de Battlefield. Ja, gek. Oh mijn god. Ik heb trouwens... Laatst heb ik even Battlefield Hardline gespeeld. Maar ik kan het niet meer. Nee? Nee, ik ben het kwijt. Ik ga alleen maar dood. Misschien komt dat ik voor Counter-Strike speel of zo. I don't even fucking know. Maar ik kan het gewoon niet meer. Gaan we weer bootje maken. Maar ik heb laatst Counter-Strike heel even gedaan. En Davy, mijn huisgenoot, die is best wel goed in Counter-Strike. Dus dat weet je ook wel. Hij is weet ik veel Master, Elite, bla bla zo. Dus dat is vet hoge rang. En ik weet niet wat jouw rang ook is, Master, bla bla zo. Supreme Master First Class. Dat is de ene hoogste rank in de game. Ja, precies. Dus Kai en Davy zijn fucking goed. En toen ging Davy mij een soort van les geven. Want ik wilde kijken of ik het nog kon. En hij was super ziek. Ik gaf dikke headshots. Echt, I'm not even kidding. Ik gaf echt dikke headshots. En dat was zo mooi, want Davy die leerde me echt een paar trucjes van je moet je aim hoger houden en je moet dit doen en zachtjes lopen en dan wel en dan niet. En daar heb ik best wel veel van geleerd in een kwartier tijd. En toen daarna gaf ik ook gewoon dikke headshots. Dus het is sowieso leuk als we binnenkort weer voor Counter-Strike gaan doen, ook al gaan we dat opnemen of niet, gewoon voor de lol. En ja, daarnaast lijkt het mij ook super tof om met z'n twee GTA te doen, of heb je geen GTA? Ja man, ik heb ook GTA. Ja! Alleen, ik snap daar niet zoveel van nog en zo. Ja, ik heb een paar keer... Wow, wat gebeurt hier? Als je op E drukt, dan ga je toch een bootje in, of niet? Nee, op shift. Rechtermuisknop. En je gaat met shift uit. Oh ja. Zo, dat is zo'n automatisme geworden of zo met E. Omdat je deuren open met Counter-Strike en zo. Maar ja, toen ik bij jou was, ook, dat was ook fucking chill. Toen gingen we ook super voor Counter-Strike spelen. En dat was ook toen ik een beetje begon met Counter-Strike weer spelen. Jongen, dat was zo fucking vet. Ja, klopt. Dat was echt zo fucking vet. Oké, wacht. Waar moeten we heen? We moeten daarheen. Oké, als we deze kant op gaan... Vraag me af of er veel kijkers zijn in de comments die Counter-Strike ook spelen. Ja, ik ben benieuwd. Het zou best wel eens kunnen hoor. Wow! Shit! Dit is vet episch, wow, man! Wow, dude, tot daar links! What the fuck? Gas, wat is dat allemaal? Hier kan ik een katje vinden, toch? Of niet? Yo! Bro, ik ben nog nooit in zo'n biome geweest! Nee? Bro, beter schrijf je deze coördinaten op, want ik wil hier, als we straks een keertje terug gaan naar de basis en we halen zo'n ding, ik wil hier een kat vandaan halen, want hier lopen katten rond volgens mij, man. Van die okkelots of zo. Ja, die wil ik echt fucking graag hebben, dat zei ik ook tegen je. Wat voor biome is dit? Dit is... Wow, Mesa! Mesa ja, of zo. Ja, Mesa.
Hier zijn allemaal verschillende soorten blokken. Oh, maar hier kan je fucking mooie blokjes vandaan halen, man. Van die red clay en zo, weet je. Oh, bro. Wow, ik ga even mijn info leggen. Zo gek. Ik wist geen eens dat ik dit in deze map had. Check deze gouden blokken. Wat is dat? Yellow stained clay. Yellow claw. Yellow? Maar dat... Claw. Claw. Kom, we gaan hier naar boven. Ja, wacht. Ik ben even wat shit uit mijn inventory aan het gooien. Wat? Volgens mij kan je dit vet snel hakken ook. Oh nee, valt wel mee. Yo, gast. Ja, we moeten hier sowieso later heen, want heel mijn inventory zit vol. En eigenlijk alles wat ik in heb, wil ik graag houden. Wow, wat zijn dit... Hè? Wat zijn dit voor soorten hout? Is dit wel gewoon normaal hout? Ja, dit is wel normaal hout. Ik dacht... Waar ben jij? Ben je gewoon omhoog gegaan? Ja, dit is gewoon ook goed. Ja, ik ben gewoon omhoog gegaan. Zo fucking mooi hier, hè? Gast, je hebt ook gewoon rode... Is dat dan rood? Red... Ja, redstone clay. Holy shit. Dude, ik moet echt even een kat vinden. Hoe tam je een kat? Met vis, toch? Weet ik niet eigenlijk. Maar is het niet zo dat je een kat kan vinden in de jungle en niet hier? Of was het ook hier? Oh, shit. Misschien wel. Hè? Hier lopen toch katjes? Ik weet het niet. Misschien loopt hier wel iets heel anders. Misschien wel carbonkel of zo. Wat is dat ook weer? Carbonkel is dat enge monster waar ik altijd bang voor was toen het op tv kwam. Waarvan is die? Deze biome is zo groot. Ik weet geen eens waar ik heen moet. Ja, kom, we gaan erin gewoon. Gewoon hier naar beneden? Ja, gewoon erin rondlopen. Is cool. What the fuck? En ik had het de laatste nog een keertje over dat wat is dit? Huh? De zand? Maar dus fucking mooi zand. Ja, dat is fucking mooi. Yo, ik had het de laatste nog over dat wow, en check deze sandstone, gast. Ja, echt sick, hè? Red sandstone, dat ziet er pas sick uit. Dat lijkt net die ene chips of zo. Welke chips? Snap je wat ik bedoel? Wacht, ik zie het niet meer. Even kijken. Yeah, wat voor chips? Een soort chips, van die kaas chips of zo. Wat? Oh mijn god. Dat is een fucking vergelijking, joh. Je ziet fucking sandstone ja, chips. Ik weet niet wat voor chips jij eet, maar... Chips dat op de grond ligt, eet ik altijd. Dat is lekker, jongen. Ik had vroeger altijd op werk, ik werkte vroeger bij Duinerland. Ik kende vast wel mensen. Echt? Werkte je daar? Ja, heb ik gewerkt in het attractiepark. En daar had je een kerel en die werkte bij Milieu. En die at uit de prullenbakken van Duinerel. Gewoon chips en zo haalde hij eruit. Dat was een rare kerel, jongen. Ja, geloof ik, ja. Ja, die had ook een beetje vieze tanden en zo. Beter kijkt hij niet. Want die gozer weet echt wel wie die is, weet je. Oh, shit. Oh, dit is echt te vet gewoon dat we dit tegenkomen. Wat is dat zwarte dan? Yo, ja, dat is volgens mij brownstone clay. Toch? Ja, even kijken. Dit is gewoon allemaal klei. Het is gewoon geel, wit, lichtbruin. Oftewel, dit vinden ze rood in Minecraft. Maar, yo, sick hoeveel. Maar is hier nog wat anders ofzo? Want ik weet uit de oude dagen dat ik nog op mijn gamekanaal uploadde en dat ik dat je ook die mesa's had geïntroduceerd, weet ik dat mensen hier altijd heen gingen voor iets. En ik weet nou niet of dat voor de klei was of voor iets anders. Nou, ik denk voor het klei, maar daarom gaan we nu ook een beetje rondlopen om te kijken of hier nog wat anders is. Maar gast, je zou denken, hoe kan ik dit niet zijn tegengekomen? Want dit is zo groot, hoe kan je dit missen? Maar ja, de Minecraft map ondertussen is al zo ongelooflijk groot geworden dat je, je dit maar net even moet tegenkomen. En dat vinden wij nu gewoon. Ja, maar weet je wat het is? Volgens mij, omdat je altijd, als je met Minecraft gaat met een bootje, dan heb je zo'n automatisme om gewoon een richting in te gaan die je altijd een beetje gaat of zo. Weet je, niet totaal de andere kant op of je stopt bij een eiland. Weet je waardoor het komt? Wow, ja? Ik schrijf deze coördinaten op. Weet je waar het komt? Omdat ik ben meestal in een cirkel om een eiland aan het gaan van iets van... Ja, wat zal het zijn? 800 bloks of zo. En nu zijn we op 2000 en 1200. Waar zit de spawn dan? Dus de spawn zit op 0-0 ongeveer. De spawn, oh, echt? De spawn zit op X-0 en Z-200. Dus moet je nagaan. We zijn gewoon echt ziek ver daar vandaan. Oh, oké, cool. Ik heb hier een papier, ik heb pen, ik ga de coördinaten opschrijven. En ik ga erover nadenken en dan ga ik kijken wat ik hiermee ga doen. Ik wil hier sowieso nog een keer heen om klei vandaan te halen.
We hebben super epische eiland tegengekomen. Dat was onze missie eigenlijk wel. Ik wil jullie kijkers allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Hebben jullie iets vets wat wij hiermee kunnen gaan doen met het klei? Of is hier, zoals Kai net zei, nog iets te halen, iets te vinden wat we over het hoofd hebben gezien? Laat het weten in de reacties. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. Mooi gezegd, jongen. Hey. Ja, toch? Kikkergek. Oké, dikke, vette puus. Lotha. Knol Power. Knol Power.